Na de wedstrijd kwam je dan terug in die echte, in het echte leven terug. Ja, hoe was dat moment? Terug bij je familie, terug thuiskomen. Nou, ik heb daar best wel even last van gehad. Kijk, op het moment dat ik er natuurlijk uitging, de dag voordat ik eruit ging, is mijn vader overleden. En in diezelfde, in woensdags was de begrafenis en donderdags werd mijn kleindochter geboren. Nou, je bent net uit het Big Brother huis. Er komt ontzettend veel over je heen. Want, nou goed, laten we heel eerlijk zijn, social media is hartstikke leuk. Ik heb echt de positieve berichten, die steken er echt bovenuit. Maar er zijn ook wel berichten, en dat leg ik wel naast me neer, maar heb ik ook wel eens gehad, dat sommige dingen wel even blijven hangen. En zeker op het moment dat er zoveel emoties spelen. En goed, ik realiseer me heel goed dat de coronaperiode ook wel wat met mij gedaan heeft. Het veel alleen zijn. Ik woon toch al, ik heb 4 kinderen. En zijn schatten, en die komen ook geregeld. Maar die hebben wel een eigen leven, wat ook moet. Dus ik ben heel veel op mezelf aangewezen. En dat vind ik best wel lastig, als ik heel eerlijk ben. En dat was zeker toen ik eruit ging. Dat vond ik wel een dingetje. Want dan heb jij best wel ja, zware privé-emotionele momenten doorgemaakt. Ja. En dan kom je daar in die wereld terecht. Maar ben je dan snel opgepikt geweest? Of heeft men dan jou ook wel voorstellen willen doen? Of ben je eerder in een soort zwart gat gevallen? Of hoe was Nee, dat? ik ben niet in een zwart gat gevallen. Ik denk dat daar best wel mensen zijn geweest die daar bang voor waren. Want ik heb, goed, en dat heb ik ook al vaker gezegd, ik heb niet het allermakkelijkste leven achter de rug. Maar nee, in een zwart gat ben ik niet gevallen. Want als ik nu zie, afgelopen nacht is mijn kleindochter heeft hier gelogeerd. En ja, dat zijn ook prachtige dingen. Maar goed, weet je, met Big Brother, ik heb ook gezegd, als ze me zeggen van nou, er komt een nieuw seizoen, of er komt een, wat ik zelf toen geopperd heb, een All-Star-editie. Nou, daar sta ik vooraan om mee te doen. Doe het zo weer.